In gesprek met Frank, Frank Pronk. We hebben net een mooi gesprek opgenomen voor jouw podcast. De Eigenwijs podcast met een Z, hè? Ja. Waarom ben je begonnen met podcasten? Ja, mooi. Een jaar geleden, corona. In mijn werk viel dat totaal stil. Ik werd geïnterviewd door Menno Langendijk. Een goed maatje van me. En Menno die kwam dus met zo'n podcast verhaal. Hij zei, ik wil jou interviewen. En had al die spullen mee die jij nu ook allemaal om je heen hebt. En ik dacht, dat is gaaf. Dus ik heb copy-paste gedaan. Wil ik ook. Copy-paste gedaan. Ben gaan experimenteren. Nog helemaal niet met de intentie van ik ga de World Wide Web op. Maar meer, voor jezelf. Ja, voor mezelf. Ik vond het interessant. Nou, is het ook. Ja. Je komt nog eens ergens. Ja, en uiteindelijk nadat de eerste drie waren natuurlijk met wat veilige mensen gedaan. Hoezo en, veilig? Nou, in de zin van oud werkgever die inmiddels gepensioneerd is. Vrienden, bekenden. Enzovoort. Maar al snel bleek het dat mensen zeggen, ja, maar dit is gewoon hartstikke goed, jongen. Dit moet je gewoon gaan doen. Ja. En dan ben ik het gaan doen. Want je bent van nature trainer, coach? Hoe moet ja, ja. Nou, als ik duid, hè, want je vraagt vaak naar mijn werk, hè. Conscious Creation, wat grappig, vorige week was het 25 jaar had ik mijn eigen bedrijf. En eigenlijk ben ik een jaar of 30 al zelfstandig. Maar 25 jaar wat later Conscious Creation is geworden. En wat het doet is het begeleidt teams, directieteams, managementteams en organisaties om eigenlijk hun, ja, wat, hun visie vorm te geven. Dat klinkt ook wel lekker vaag. Dus wat doe ik? Ik begeleid groepen mensen om met elkaar dat wat ze heel graag in de wereld willen zetten, zo goed mogelijk te doen. Dus dan gaat het altijd over dingen zoals team. Het gaat over verbindingen. Het gaat uiteindelijk allemaal over verbinden. Het gaat over talent. Met elkaar verbinden. Ja. De goede dingen met elkaar doen. Met plezier naar je werk gaan. Net als elk gerespecteerd bedrijf heb ik natuurlijk ook een missie. En mijn missie is de werking in organisaties vergroten. Mijn pleidooi is altijd, jongens, het gaat niet over hard werken. Het gaat over werking. Je wil graag werking hebben wie je bent. Dat het lekker loopt. Ja, ja. En dat je gezien wordt en dat je bijdrage erkend wordt en dat je gevraagd wordt. Nou, als je dat met elkaar combineert, dan kom je tot conscious creation. Ja, daar wil ik meteen even op inhaken. Want met werk heb ik een soort haar-liefde verhouding. Ik vind zelf dat ik te lang op bepaalde plekken ben blijven hangen. 12 jaar bij Veronica, 9 jaar bij 3FM. Wat is volgens jou de ideale lengte? Naar hoeveel jaar moet je een deur verder gaan kijken? Is daar een maatstaf voor? Ja, hangt een beetje van de soort functie af. Ik bedoel, als je echt een CEO bent, dan is een jaar of 5 een mooie indicatie. Ja. Ben je HR-directeur of manager, dan is 3 jaar een hele leuke indicatie. Omdat je eerste jaar pak je veel op, tweede jaar zet je veel neer, derde jaar kan je veel weer loslaten. Je kan het. In grote organisaties kun je natuurlijk verschillende soorten functies krijgen. En elke functie is weer een nieuwe carrière, zou je kunnen zeggen. Maar ja, de CEO gaat geen kokette staan bakken in de kantine natuurlijk. Nee, maar die stapt er dan uit. Ja. En die gaat naar een volgende station. Ik bedoel, ik heb met Ronald van Zetten trouwens een mooi interview gehad. Ook voor de podcast Eigenwijs. Hij was 11 jaar lang de CEO. Of nee, ik zeg het verkeerd. Volgens mij 13 jaar lang de CEO van de HEMA. Vaak mijn opdrachtgever. En ja, daarvan denk ik achteraf, ja, dat geeft hij zelf nog ook een beetje toe. Dat hij iets te lang is gebleven. Ja. En wat merk je dat aan dan? Ja, je werking neemt af. Weet je? Men kent je wel. Overigens, in zijn geval is er 2 keer de eigenaar verwisseld. Dus dan kom je weer in een nieuw theater. Oh ja. Die eigenaar gaat weer allerlei andere dingen willen. En dan krijgen we toch een andere kleur, andere nieuwe nuance, dynamiek. Nieuwe dynamiek. Ja. Maar uiteindelijk hebben we allemaal gewoon datum van overschrijden. Ja, precies. En dus daar herken ik wat jij zegt. En dat vind ik zo leuk aan mijn werk. Ik mag natuurlijk in veel keukens kijken van grote bedrijven. En ik ben er en ik ga weer. Ja. En ik ben er een aantal jaren. Ik zeg altijd, ik kom niet voor 1 keer. Dan moet je mij niet hebben. Je komt terug. Ik ga altijd een traject met dus een heel proces. Dus een grote klant waar je die mooie auto van zag. Daar ben ik al 4 jaar bij bezig. Ja. En dan kom ik niet elke week. Maar dus 3 keer in het jaar gaan we met een directieteam aan de slag, een paar dagen. Ik doe daar een leiderschapsprogramma voor het hogere management. Wat doe je dan met ze? Want ik kan me iets herinneren van een vorige MT. Je weet hem al, hè? Een MT wat het gas opgejaagd werd. En ze moesten met walkie-talkies schapen gaan hoeden. Nee, er zijn allerlei. Dat is meer. Ik noem mezelf ook nooit trainer, Patrick. Geen teambuilder? Nee. Ik,
Jijn. Jijn? Jijn, dat betekent ja en nee. Oh. Ik ben niet de... Van ja, en dan worden we een team. Kijk, een team, zeg ik altijd, dat is een wij, als je het mooi zegt. Ja. En dat bestaat uit allerlei ikken. Oh, toch? En als die ikken het goed doen, kan je een team hebben. Dus ja. Team ontwikkelen is natuurlijk flauwekul. In de kern is dat flauwekul. Je kan geen team ontwikkelen. Je kan wel individu ontwikkelen. Oké. En als die met elkaar dezelfde dingen gaan willen, dan krijgen we een team. Maar als wij het Nederlands elftal zien voetballen, dan willen we toch graag een team zien en niet 11 individuen. Nee, dat klopt. Maar dan wil je toch wel heel erg graag dat die Danny Blind daar links achterin precies doet wat hij echt goed doet. Ja. En dat die Mazraoui aan die andere kant. Ja. En dat die twee zijn echt niet hetzelfde. Nee. Dus als die vol in zijn kracht kan komen en ze pakken het concept en ze gaan uiteindelijk voor diezelfde Europa Cup, dan kan het wel eens wat worden. Dan wordt het leuk. Ja. Mag jij nou ook dan als ingehuurde zeggen de doelman functioneert niet meer? Nee, ik ben niet die... Ik ben niet de harde consultant die de analyse kon brengen en dan een rapport schrijft. Ik heb nog nooit een rapport geschreven in mijn leven niet. Terwijl je goed kan schrijven, heb ik gezien. Ja, maar dat is niet... Ik ben meer een proceskonijn. Dus ik ben veel meer bezig met hoe komen we van droom naar daad. Dus als in dit voorbeeld, hè, de keeper werkt niet meer, willen ze graag gesprekken met mij hebben over... Hier lopen we tegenaan. Hoe zouden we ermee om kunnen gaan? Functie elders. Ja, dat kan. Functie elders. Of de taken anders in gaan vullen. Er zijn zoveel varianten mogelijk. Maar ik ben niet de wijsneus die weet wat goed en wat fout is. Oké. Okay. Hey, je bent afkomstig uit een ondernemersgezin. Hoe was jouw jeugd? Zag je vader vaak? Van een ondernemersgezin, dan denk ik, pa en ma zijn altijd maar druk met de zaak. Ja, dat klopt. In ieder geval, mijn vader was daar druk mee. Mijn vader had een exportbedrijf in groente en fruit. Oké. Okay. En leeft hij nog? Nee, hij leeft niet. Helaas. Hij is al in 2010 overleden. Oké. Okay. Ja, mijn vader is wel een belangrijke man geweest in mijn leven. En dat kwam vooral omdat op mijn 12e jaar mijn vader zwaar overspannen raakt. Oh. En het was echt een goede ondernemer. Maar als gevolg ook van iets wat er in de zaak gebeurde. Fraudegeval en het emmertje liep over, zou ik maar zeggen. Ja. En hij komt uit een generatie waarin, laten we zeggen, emotionele weerbaarheid niet met de poplepel werd ingegoten, om het maar zacht te zeggen. Wel bespreekbaar? Nee. Dus de man is, laten we zeggen, emotioneel gehandicapt grootgebracht. En dat zie je in die generatie veel. Ja, dat zie ik bij mijn vader ook. Ja, en het gevolg daarvan was dat hij in zware depressies terechtkwam. En dat was toch wel in de periode dat ik natuurlijk puberde. Ja, dat was jouw rolmodel. Ja, precies. Dus dat was tussen mijn 12e en mijn 22e was heel moeilijk. Maar dat heeft me bijzonder gevormd, omdat daar begon voor mij al heel als jong kind al van, hoe zit dit nou toch allemaal in het leven? Je wil dat kunnen begrijpen. Ik wil het snappen, want ik kon het namelijk wel voelen. Ja. Ik kon hem heel goed voelen, die man. Ja. Maar ik kon het niet duiden. Ik ben, mag ik dat nu al zeggen, sensitief manneke. Dus ik kon alles voelen, ook tussen mijn ouders, over wat er gebeurde. Ja. Maar ik kon er niks mee. Nee. En je mocht er misschien ook niks mee? Want je was te jong? Ja, ook weer niet. Want ik merkte wel dat ik voor mijn moeder het ook wel een vertrouwenspersoon kon zijn. Het was natuurlijk niet makkelijk voor haar. Met nog overigens 3 andere kinderen, met 4 kinderen. Oudere jongen? En een zaak. Ja, ik ben de 3de van 4. Dus 2 oudere broers. Ja. De zaak ging wel door dus? Ja, mijn broer boven mij, die heeft het op zijn 18e stapt hij erin. Dat is bijzonder bewonderenswaardig. Hij is inmiddels 40 jaar en heeft hij 40 jaar aan die zaak verbonden, moet ik zeggen. En Peter wordt 60 binnenkort. Deze week trouwens. Ja, hij wordt deze week 60. En die heeft dat bedrijf en omhoog gehouden, maar sterker nog, hij heeft het wel vertienvoudigd. Ja. En dat is nu ook weer jonge kinderen. Dus dat hele, het familiesysteem zet zich voort. Want ook zijn zoon zit weer in de zaak. Maar kunnen we zeggen, zoals Alexander Smit altijd zegt, in het lelijke zit het mooi al opgesloten. Misschien als je vader niet ziek was geworden, was jouw oude broer daar nooit zo vroeg in gestapt. Ja, dat is de ene kant. Maar je zou ook, dat is zeker waar. Je zou ook kunnen zeggen, Peter heeft nooit de gelegenheid gekregen om, zoals ik, later. Ik heb ook een bijzonder, althans niet alledaags cv, in de zin dat middelbare school had je genoeg gedaan bij ons thuis. Okay. Dan ga je werken. Dus ik begon met een fruitzaak en ik heb daarnaast bloemenzaken gehad. Totdat ik op mijn 23e bedacht, dit is het gewoon echt niet. Nee. Alleen, thuis hadden ze iets van, doe niet zo raar man. Je hebt personeel en het gaat goed. Dus lang verhaal kort, ik ben eruit gestapt. Ik ben gaan studeren. Ik heb eerst de HBO gedaan in Amsterdam. Ja. Nou, dat was al een grote stap. Personeel en arbeid, later naar de universiteit. Ja, en niet de minste, hè? Erasmus gedaan.
Nijenrode nog iets? Nou, daar heb ik aan een programma deelgenomen. Okay. Als begeleider. Ja. Maar internationale MBA, MBA, nou, allemaal mooie titels. Maar in ieder geval, het staat symbool voor het feit dat ik dus in de gelegenheid was, en ook nam overigens, om te gaan studeren, de wereld in te gaan. Ja. En mijn broer Peter, die heeft dat nooit kunnen doen. Ja. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Zeg maar. Had hij dat wel gewild, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik hem eigenlijk nog nooit gevraagd. Ja. Dat is een mooie vraag. Hij wordt nu 60, misschien kun je het dus... Ja, ik zal het hem eens vragen. Namens mij. Hè? Ja. Ja. Maar oké. Okay, Overigens die andere, want dat geeft over het ondernemersgezin. Ja. John, mijn oudste broer, die heeft een transportbedrijf met inmiddels ruim 60 vrachtwagens. Elke keer heeft hij er eentje bij, als ik het spreek. Dus dat ondernemende zit wel heel erg in het bloed. Dan heb ik nog een zusje, Brigitte, en die zit binnen het onderwijs. Die is wat minder ondernemend, maar ook daarin trouwens wel weer ondernemend. Doet ook weer zelfstandige dingen in. Dus ja, dat is met de paplabel ingegaan. En een gekke vraag misschien, maar wat betekent dat, ondernemer zijn? Ik heb wel eens gehoord, ondernemer zijn is risico's nemen. Nou, in mijn geval, Patrick, draai ik het om. Ik heet Frank, hè? En dat is het heel goed gekozen. Frank staat voor vrij en Frank staat voor eerlijk. Ja. Dus Frank en vrij is voor mij ongelooflijk belangrijk. Dus je kan het ook omdraaien. Ik ben gewoon niet geschikt om in een onderneming in dienst te komen. Ik heb het wel gedaan, een paar keer. Is ook niet goed gegaan. Dus ik ben eigenlijk al 30 jaar zelfstandig, omdat ik gewoon misschien wel te eigenwijs ben om in zo'n construct te zitten. Je achternaam is Pronk. Ja. Je wil toch ergens mee pronken. Ja, zeker. Toch? Je wil toch van je laten horen. Ja, blijft hij wel staan trouwens, de microfoon? Ja, ik hou hem een beetje vast. Jongen. Ja, mag wat je wil. Ja, ja. Het zou moeten werken. Waar ben jij trots op? Waar ben je nou het meest trots op tot nu toe? Je eerste. Want je bent van 1964, ik ben van 74. We schelen 10 jaar. Je wordt dadelijk 58. Of je bent al 58 geworden. Nee, in augustus hoor ik dat. Augustus, ja. Jeetje, Peter, dan kom ik altijd eerst bij mijn dochters terecht. Daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Ja? Ja, zeker. Ja, daar ben ik het meest trots op. Omdat het gewoon twee prachtige dames zijn geworden. Zelfstandig, 22, 25. De ene meer in de... Die doet klassieke muziek, een masteropleiding. En de andere doet Nijenrode, Global Business, een beetje mijn kant op. Wauw. Ja, echt hele mooie jonge dames. Mooie jonge vrouwen, moet ik zeggen. Dus daar ben ik het meest trots op. Op Loes, mijn vrouw. Maar als ik het even naar mijn ego trek, dan ben ik ook best trots op het feit dat ik al 30 jaar gewoon zelfstandig mee te verdien. En, nooit je handje heb ik bijvoorbeeld. Nooit, nee. Dus alles wat je ziet aan mij, dat heb ik echt zelf gecreëerd. Ja. Dus jij zei die mooie auto, hè, die ik dan. Dat is een van de dingen die ik mezelf dan gun. Je rijdt een mooie Lexus, mogen we wel zeggen. Ja, dat is niet de goedkoopste auto. Nee, maar het verhaal even is een leuke anekdote. Ik heb veel voor de familie Lauwman gewerkt en nog steeds. De Lauwman groep is de importeur van Toyota onder andere, Suzuki en Lexus. Ja, niet en toen Porsche. Nee, dat is PON. Oh ja. En toen ik daar kwam te werken, kreeg ik ook met Erik Lauwman te maken, een prachtige man. En toen reed ik nog een Volvo. Toen zei hij, dat kan niet. Nou, hij zei dat niet. Daar is hij te netjes voor. Okay. Maar de directeur verkoop, Marco Broer heet hij, die zei, hey joh, wat moet jij met zo'n Chinese rammelbak, man? Ik zei, Chinees? Dat is toch Zweeds? Nee, dat is inmiddels van Chinese eigenaar, bleek het. Maar goed, lang verhaal kort, als jij maar een hele goede aanbieding doet. Nou ja, en zo is het gekomen. Dus, Je hebt me wel een idee gebouwd. Ik heb wel eens een Lexus als vervangauto gehad. Dat zit en dat rijdt heerlijk. Ja, het is een fantastische auto. Ja. Kan niet anders zeggen. Welk type is dit? Dit is de ES300H. Dus de hybride. Oh, oké. Okay. En laat die dan ook zelf op, want dat zoek ik eigenlijk. Nou, dit is dus de combinatie. Hè? Dus okay. Je moet er wel benzine in stoppen. Maar als die opgeladen is, dan rijdt daar in het bebouwde kom rijdt die elektrisch. Ja. En op de snelweg is het benzine. Fijn, dat komt in deze tijden heel erg goed uit. Hè? Zeker. Even kijken, jouw spirituele kant wil ik het graag met je over hebben. Of moeten we het eerst... Ja, nee, laten we dat doen. Ik zag bijvoorbeeld dat jij Art of Change gevolgd hebt van Dr. Joe Dispenza op jouw LinkedIn... Wat heb je van die man geleerd, van die Joe Dispenza? Is het niet echt spiritueel, of is het dat wel? Nou, ik ga even eerst terug naar je eerste vraag. Ja. Ik wil naar je spirituele ontwikkeling. Ik denk dat ik, dat zei ik net al tegen jou, ik denk ongeneeslijk nieuwsgierig ben naar hoe zit het leven nou echt in elkaar. En dat heb ik als klein kind al. Ik weet dat, de anekdote is niet van mij, maar van mijn moeder, dat ik thuis kwam als klein kind uit de kerk, katholiek opgevoed. En dat ik haar ging uitleggen dat het echt niet klopt hoor, wat ze daar vertelde. Toen was je 6 of zo? Nou ja, in mijn fantasie was ik 6, 7, 8. Ik zei, dat klopt echt niet. En mijn moeder uiteraard geschrokken dacht, ja, maar wacht, gewoon eens even.
Meneer Pastoor, dat was... Meneer Pastoor, de dokter en de professor, dat waren toch de autoriteiten in het leven. Yep. Kortom, die fascinatie zat er al heel vroeg in. Nou, mijn vader en zijn ziekte was natuurlijk een andere aanleiding. Ja, ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. Hoe zit het nou? Ja. En wij hebben net een prachtig gesprek gehad waar ik jou interviewde. En toen kwamen we ook ergens op het moment van waarin je elkaar... Hè, jij zei, zat dan heel mooi de wapens neerlegt. Maar waar eigenlijk je bijna synchroon gaat lopen. Hè, waar, het wordt een dans. Het wordt een dans. Ja, daar zit die magie. Ja. En dat probeer ik in mijn werk te creëren. Maar ik ben vooral ook nieuwsgierig naar hoe werkt het. Nou kom ik een beetje... Ik kom uit een hele nuchtere wereld. Morgen weer brood kopen, zeg ik altijd. Dus dat wordt in het bedrijfsleven gewaardeerd. Maar de andere kant is dat ik eigenlijk een enorme zweefteef ben. Want ik ben heel erg ook van die spirituele wereld. Ja. Alleen, ja, dat is niet waar ik uit vandaan kom. Maar ik merk, ik ben nu 58 bijna, dus ik durf er nu voor uit te komen. Ik kom uit die wereld. Ik ben veel meer dat dan die nuchtere buitenwereld. Ja. Waar ik uit vandaan kom. Alleen in mijn werk ben ik vaak de vertaler, als ik het een beetje populair zeg, tussen de bovenwereld en laten we zeggen tussen boven en onder. Ja, de brug. De brug tussen, ik vind mezelf vaak een vertaler tussen de niet geziene wereld en de geziene wereld. Ja. Om dat goed te kunnen, Patrick, moet je taal hebben. Dus ik ben altijd op zoek gegaan, en daarom vind ik wetenschap zo ontzettend interessant. Niet omdat het me zo pakt omdat ik dat ben, maar omdat het me taal geeft om die spirituele wereld te duiden. En nou kom ik naar je vraag van Dr. Joe Dispenza. Art of Change. Ja, het is eigenlijk zo geweest dat Joe Dispenza kwam op mijn pad. Toen ben ik een lezing gaan volgen hier in Nederland, was dat nog in Amsterdam. Toen kwam je 2 dagen in de Duif in Amsterdam en dat was fascinerend. En de Duif? Ja. Dat ken ik niet. Ja. Wat is dat? De Duif is een kerk in Amsterdam. Oké, okay. Daar gaf hij een lezing. Daar gaf hij een 2-daagse seminar. Ja. En daar ging ik heen met mijn spirituele moeder, Eta. En met haar schoondochter, wat overigens de nieuwe vrouw van Gijs Staverman is. Oh. Dan weet je gelijk de link die ik heb met Gijs Staverman. Cher. En met mijn eigen vrouw Loes. En daar werden wij zo door gefascineerd dat ik... wij zaten tijdens de lunch aan de overkant aan Amstel te praten. Ja, dit is toch echt waanzinnig. Die man daar allemaal aanraakt. Dat ging over neurochirurg. Dus Paul Smit vertelt er heel veel over. Dus dat heb ik van hem met name gehoord. En toen ontstond het idee om een week bij die man te gaan volgen. En de eerstvolgende optie was München. Ik denk, nou, dat is te doen, hè. Alleen die bleek vol te zijn. En de volgende optie was Mexico. Ach. En toen zei ik gekscherend tegen de 3 dames. Ik zei, nou, ik zeg, waarom gaan we niet naar Mexico? Ja, ja, ja. Ja. Ik zeg, nou, over 3 dagen bel ik jullie. Dus dan kan je het even rust laten zakken. Als je dan alle 3 nog ja zegt, dan gaan we het ook doen. Spannend idee. Toen zijn we met z'n 4 dus naar Dr. Joe geweest in Cancún. Ja. Waanzinnig. Waanzinnig mooi. Je was met 3 vrouwen op stap. Ja, jongen. Ja, ook niet maar ook met mijn eigen vrouw. Ja, dus nee, natuurlijk. Maar toch niet verkeerd. Niet verkeerd. Zo wil ik ook wel een spiritualiteit beginnen. Ja. Toch? Ja, maar ik ben gewend. Veel vrouwen. 2 dochters. Ja. Dus dat is... Ja, maar wat heb je nou echt van hem geleerd, van die Joe Dispenza? Nou, Dispenza, die... kijk, Dispenza, dat is ook wel een mooie anekdote. Die heeft ooit op jonge leeftijd, 25, heeft hij een enorm ongeluk gehad, waarbij hij zijn ruggenwervel brak enzovoort enzovoort. Kwam in het ziekenhuis terecht, moest allerlei corsetten in. Hij zou eigenlijk nooit meer uit het ziekenhuis kunnen komen. En hij heeft daar weken gelegen. En zijn verhaal is dat hij toen bezig ging met: jongens, er is een kracht die ons het leven geeft. Er is iets veel groters dan wat wij zijn. Ja. Dat moet mij kunnen genezen ook. Als dat het leven is. Nou, toen had hij zichzelf, en dat is nu natuurlijk een romantisch verhaal, maar zo vertelt hij het. Had hij zichzelf beloofd dat als ik hier uitkom, lopend, zonder dat er allerlei pinnen in mijn rug zitten, dan ga ik de rest van mijn leven daar studie van maken. Hij was toen chiropractor. En hij is daarmee bezig gegaan. En heeft zich totaal gestort op neuroscience. Ja. En daar heeft hij zo zijn eigen vormen in gevonden. Geef ik nog steeds niet helemaal antwoord op je vraag. Nou, wat ik begreep heb, ik zeg dat je jezelf kunt helen. Ja. Toch? Ja, dus Dispenza zegt feitelijk... gedachtekracht. Ja, en dan zegt hij dat je uiteindelijk, zoals hij dat zegt, ik hoop dat ik het goed zeg, van anything, to anyone, to any time, any place, to no time, no place, no... thing, nothing, nowhere. En dan kom je in het soort in-between. En in in-between kom je in het
ja, laten we zeggen, het veld. Het veldrecht, ja. Exact. En in dat veld, zegt hij, daar kunnen heling plaatsvinden. Ja. Ik heb eerlijk gezegd ook wondertjes gezien bij hem. En hij heeft vooral methoden ontwikkeld om in dat veld te komen. Dat is eigenlijk wat je... En hij verklaart, hij is een ongelooflijk goede docent. Dus hij vertelt heel veel, zoals Paul Smit dat op zijn manier doet. Mm-hmm. Die doet het met veel meer humor. Ja. Hij vertelt heel veel over hoe hersenen werken, hoe frequenties werken. En terug naar mijn oorspronkelijke bedoeling. Hij heeft me dus heel veel taal gegeven om weer in mijn eigen wereld te kunnen helpen mensen, ja, duidelijk te maken wat er eigenlijk gebeurt. Mm. In dat wat je niet kan zien. Heb je een betere trainer gemaakt? Ja, zeker. Ik zit dus te denken, voor mij was die spirituele zoektocht ook bijna een soort zoektocht naar een vaderrol. Ik heb hem ook gemist in mijn jeugd. Mijn vader was ook druk met zichzelf, chronisch, nou, bijna depressief kunnen we wel zeggen. Hij kon niet precies dat goede voorbeeld geven wat je toch als jongen verwacht van je vader. Is dat bij jou ook zo? Dat je daardoor al die mensen bent gaan opzoeken? Of staat dat er toch los van? Nee, wat je bij mij, nee, dat zie ik niet zo. Maar wat je bij mij wel zal zien, Patrick, is dat ik leermeesters heb gehad die je als vader zou kunnen bestempelen. Ja. Dus Kees Hedders is mijn allereerste werkgever geweest. Dat was een vaderfiguur. Daniel Hofman van Kernconsult. Dat was een leermeester die, nou ja, misschien grote broer, maar toch wel vaderlijk. Ja. Ja. Dus dat soort figuren heb ik wel om me heen gecreëerd. Ja. Ja. En dat is wel als gevolg van het feit dat ik dat thuis niet had. Nee. Dat klopt. En ja. Muji? Ja. Ja, Muji is een jaar of 5, 6 geleden op mijn pad gekomen. Via een vriend, hè? Via Kees Blok. Kees was een oud opdrachtgever van de HEMA. Maar is uiteindelijk hele andere dingen gaan doen. En is in contact gekomen met Muji. Is nu ook actief in de Sangha in Nederland. Oké. Doe hem de groeten. Dat zegt jou natuurlijk ook het een en ander, ja. Want jij hebt Muji geïnterviewd. 2 keer, ja. Ja, en Muji is voor mij ja, dat is een spirituele meester. Dat is echt een verlichte geest op aarde. Ja? Ja, vind Hoe ik merk wel. Je dat? Nou, niet zozeer omdat hij... Nou, dat merk je omdat hij het vooral niet pretendeert te zijn. Ja. En jij glimlacht, dus je herkent het. En hij voldoet totaal niet aan een beeld van een guru. Hè. Het is een Jamaicaan met mooie raste haren. Maar het is de liefde zelf. Ja. Het is een onvoorstel. En hij kan heel erg goed uitleggen hoe dingen zitten. Ik bedoel, dat waar wij het over hebben, Patrick, dat is woordeloos. Klopt. Dat kun je, hè, dus de mind kan het niet pakken. Je kan het wel ervaren. Het kan geen woorden. En deze man heeft de gaaf om dat vanuit 34 verschillende invalshoeken, ja, bijzonder boeiend te vertellen. En mij telkens malen ook weer in contact te brengen. Dus door dat wat hij, ja, doet, hè, zijn meditaties, ja, om in dat veld te komen. Ja. Ja, ik bedoel, ik adoreer de man niet, want ik begrijp donders goed dat wat hij kan, in essentie ik ook ben. Dat is wat je bent. Dus het is niet een verheerlijking. Nee. Ik heb ook, hè, ik ben een keer een vijfdaagse stilte-retreat in Portugal gedaan en 5 dagen hier in Nederland een stilte-retreat. En dan zie je de verheerlijking van de, ja, man. Aanbidding. De aanbidding, en daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Maar de verfijndheid, deze man is wat mij betreft een spirituele meester. En de relativering is, dat ben jij ook. Dus, ja. dus niet vanuit, goh, maar ja, hij leeft. Hij is super consistent. Ja. Pretendeert niets, is de liefde zelf. Maar eet ook gewoon een taartje. Ja. Ja. Ja, dus er is niks aan qua heilig gedrag. Nee. Daar gaat het dus niet om. Je moet de postbode niet gaan vereren voor de liefdesbrief die komt brengen. Hè? Ja, nee, ja. Die ken ik niet. Ja, die is niet van mij. Die is van Hans Laurentius. Maar heb jij nooit zoiets van, jammer dat het in het Engels is. Is er nog ben je nog geen Nederlandse leraar tegengekomen die dat ook in het Nederlands jou op die plek weet te brengen? Dat in die intimiteit. Nou, goede vraag. Ik hoorde je Jan van Delden noemen. Dat is mijn goeie. Ja, nou, door jou heb ik die leren kennen. Ja. Dus die ken ik helemaal niet. Nou ja, voor mij is Dispenza erin geweest. En Muji. Ja, inderdaad, het had prettiger geweest als hij Nederlands had gesproken. Maar ik kan het goed volgen. Het wordt soms ondertiteld ook door de Nederlandse Sangha. Hè? Ja, maar gelukkig ben ik de taal genoeg machtig om dat te kunnen verstaan. Ja. Nee. Hoe leg jij eigenlijk uit... Kijk, eigenwijs, zo heet ook je podcast.
jij interviewt ook graag mensen die eigenwijzigheid nodig hebben gehad om hun pad te vinden. Eigenwijs moet ik toch een beetje denken aan, er is een soort klein kindje in mij wat het allemaal op mijn manier wil doen. Snap je? Terwijl al die spirituele leraren toch naar een soort universeel iets verwijzen. Ja. Hoe krijg je dat gerijmd met elkaar? Ja, dat is een mooie vraag met veel lagen. Dus ik ga er eens even een paar pakken. Ja, ga er eens voor zitten. De eerste laag is eigenlijk de meest basale. Namelijk, eigenwijs ontstond naar een idee van mijn goede vriendin Marie-Gewelle Belt. Die luisterde een beetje wat ik met die podcast wilde. Ik wilde een soort format hebben. Ja. En die zei, maar wat je eigenlijk op zoek bent, is een eigenwijze mens. En toen gaf ze me de tip, en daar ben ik er nog steeds dankbaar voor. Je moet dat eigenwijs met een Z schrijven. Dat is ook natuurlijk, dat onthoud je ook makkelijker. Ja. Maar later ontdekte ik dat dat nog een andere laag had. Namelijk, om je eigen wijze te vinden, heb je eigen wijzigheid nodig. Nou, dan kom jij meteen in het stuk wat jij net even als laatste aanraakt. Het is natuurlijk niet je eigen wijsheid. Nee. Dus dat is de paradox. Tegelijkertijd, we hebben het met body-mind te doen. We hebben het met de persoonlijkheid te doen en te ontdekken. Om te ontdekken dat het niet zo is. Ja. Dus als je die eigen wijze stappen niet gaat zetten, kom je niet bij de wijsheid waar die spirituele meester het over gaat. Ah, zo ja. Ja. Dus je hebt die persoonlijkheid nodig om hem later niet meer nodig te hebben. Ja. Dus daarom hou ik van eigenwijze mensen. Die toch tegen bepaalde condities in zeggen ja. Nee, en toch doe ik het zo. Ja. Het wordt pas lastig als die mensen zeggen dat ze het weten. Dan haak ik af. Ja, ja, die op een gegeven moment gaan zeggen, doe maar als mij, dan komt het bij jou goed. Ja, dan haak ik af. Dat klopt niet. Nee. Dus op het moment dat mensen pretentie hebben van ik weet hoe het zit, ja, dan haak ik af. Maar op het moment dat mensen, nou, zoals wij net het interview met jou gehad hebben, je bent natuurlijk niet een doorsnee een Nederlandse burger, dan ben je wel, maar niet in de manier waarop je je leven inleeft. Ja. Ja, dat vind ik interessant. Ja. En dat is een ander, misschien wel een van mijn betere eigenschappen, is dat ik gewoon ongeneeslijk geïnteresseerd ben in mensen. Ja. Dus er zijn zoveel interessante mensen, Patrick. Nee, tuurlijk. Het is niks interessanter dan een mens. Ik kijk 500 documentaires per jaar. Kijk je ook graag documentaires? Nee. Heb je er niet de tijd voor? Nou, maar ik heb het nog niet echt ontdekt, documentaires. Ja, leer je mensen ook weer kennen in allerlei. Ja. Zie je ze weer in Tibet op een berg, hoe dat daar gaat en die interactie. Ja, podcast is een verhalenvanger. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat is ook een manier om uit te drukken dat eigenlijk zijn we gewoon verhalen. Ik bedoel, jij interviewt mij nu en ik ga je verhalen vertellen. Ja. En bij de gratie van mijn verhalen krijgt Frank Pronk krijgt kleur. Ja. Als ik straks overlijd, dan vertellen ze hopelijk nog een paar jaar een leuke verhalen over mij. En daarmee leef ik nog. Ja. Dus de podcast vangt de verhalen van degene die ik interview op zijn of haar reis in het leven. Ja. Daarom is het een verhalenvanger. Ja. En dat vond ik, die heb ik overigens ook volgens mij via Marie-Gewelle. Maar dat vind ik een mooie metafoor. Alsof je de verhalen uit de lucht haalt. Hey, is dat verhaal universeel? Kom je er steeds meer achter dat het eigenlijk, of is het toch wel weer uniek? Of allebei tegelijk? Wat bedoel je met die vraag? Nou, ik kom er steeds meer achter na al die interviews dat het eigenlijk steeds één universeel verhaal is. Het verhaal van de held, de reis van de held, wordt het ook wel eens genoemd. Joseph Campbell. Ja. Ja. Dat je dat eigenlijk naast iedereen zijn verhaal kan leggen. Klopt. Ja, dat klopt. En toch, het klopt hoor, wat je zegt. We maken allemaal dezelfde soort reis door. Ja, dat is absoluut waar. Daar heeft meneer Joseph Campbell natuurlijk een mooie ding over geschreven. En een van mijn eerste podcast was met Henk Hofman. Dat is de man van de Storytelling Academy. Goede vriend van me. En daar is het ook de rode draad in de opleiding. Dus terug naar je vraag. Ja, daarin zijn we dus niet uniek. En tegelijkertijd ook weer wel. Ja. Want zoals jij het invult, Patrick, zo doe ik het niet. Nee, absoluut. Ja. En ik kom dus ook die tegenslag tegen in die dolk in mijn rug. En de uitdaging enzovoort. Ja, apart, dus is het leuk om met elkaar uit te wisselen. Ja. Maar welke dolk had jij dan? Ja. En hoe voelde dat? En hoe heb jij hem eruit gekregen? En wie stak hem bij jou erin? En vond ik bij jou weer interessant. De burn-out was natuurlijk een changing point. Ja. Nou, in 2008 kreeg ik kanker. Mijn huwelijk spat uiteen. En ik werd op non-actief gezet bij het bedrijf waar ik toen werkte. Oh, jezus. Het zijn even drie live events. Zeg. En dat allemaal in een tijdsbestek van 6 weken. Dus dat was ook zo'n turning point van je welste. Waarna het Conscious Creation is ontstaan. Ja. Met andere woorden, dat vond ik ook, dat blijf ik ook fascinerend vinden in de gesprekken die ik mag doen. En ook vandaag weer met jou.
dat is dat reis van de held. Hebben ze allemaal. Ja. We gaan niet... Life is not a rose garden. En als het wel zo is, dan is er geen zak aan. Nee. Dus, goeie niet, hè? Zonder wrijving geen glans. Zo is het. Wat vind je van deze uitspraak dan? Zonder crisis geen ontwaken. Is vanaf 2008 bij jou dat zaadje geplant van nu ga ik er dus echt eens voor om te ontmoeten en te ontdekken wat ik werkelijk ben? Ja, terwijl ik dacht tot 2008 dat ik daar al aardig mee bezig was. Ja. Dus ik had wel het idee dat ik goed bezig was. Ja. Ik werkte bij een club wat erg over bewustzijn ging en ik was in de vaart der volkeren. Maar terugwerkende kracht is die klap mij overkomen om me toch wel duidelijk te maken, vriend. Er is nog een heel deel van jou dat wakker moet worden. En in het begin en vooral in mijn geval ging het over lief zijn voor mezelf. Ja. Ik was lief voor de hele wereld, maar niet voor mezelf. Is dat ook niet wat je geleerd hebt thuis? Antwoord maar. Ja. Hè, want een ondernemer is constant met zijn klant bezig. Nou ja, neem even het katholieke geloof. Ik bedoel, als je veel geeft, kom je in de hemel. Ja, ja, maar ontvangen, daar staat niks over in de Bijbel. Die link heb ik nog niet eerder gelegd. Dat is wel waar, ja. 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 Altijd maar met die andere het maar naar de zin maken, hè? Ja. Ja, en ben jij inmiddels geen pleaser meer dan? Nou, dat weet ik niet. Dat zal ik zo ongetwijfeld hier en daar nog wel eens doen. Maar ik ben wel veel trouwer aan mezelf. Ja. Ja, ik ben wel veel meer aan het voelen. Klopt dit wel, klopt dit niet? En naarmate ik ouder word, wordt dat steeds selectiever. Hmm. Ja. Ik kan bijvoorbeeld, kijk, we hebben hier nog twee stukjes speculaas liggen. Ik zou het nooit in me op laten komen om van die twee het grootste stuk te nemen. Nee, dat klopt. Dat hebben we gemeen. Dan gaan we dus daar krijgen. Want ik denk dat ik pak het kleinste. Ik ga je helpen. Oh, je doet het. Nee, ik ga je helpen. Dan nou, moet jij eens kijken wat de grootste hier, is. Maar nu denk ik weer. Nu hebben we 5 stukjes. Ja. We zijn met z'n tweeën. Ga eens maar eens proberen. Kijken wie het langste volgt. 6 stukjes. Zes stukjes. Wij delen het brood. Oh, met volle mond praten. Oeh. Natuurlijke pauze. Hmm. Ja. Ik was dus benieuwd naar jouw sterrenbeeld. Leeuw. Met ascendant steenbok. En hoe uitzocht dat jij een leeuw bent? Met ascendant steenbok. Nou, ik heb het wel eens uit laten zoeken. Ik ben er niet zo heel erg in thuis, hoor. Maar ik vind het wel interessante materie. De leeuw, daar staat van dat hij makkelijk in het licht staat. Nou, dat klopt. Ik sta vaak op het podium. Ja, nu ook. Ik sta voor groepen. Dat gaat me goed af, vind ik leuk. En tegelijkertijd kan ik ook heel goed inspecient zijn. Dus in dit geval een interview jou het podium geven. Of andere mensen het podium geven. De steenbok, daar heb ik ook echt iets mee. De steenbok is natuurlijk dat dier wat... Nou, niet als eerste weggaat, maar wel als laatste als eerste boven komt. Oh ja. Dus die heeft een soort volhardendheid. Ja, doorzetten. Een doorzettingsvermogen waar ik mezelf ook wel in herken. Ja? Ja. Heb jij iets met al die dingen als human design en je hebt nog zoiets? Insights. Ja, vakmatig heb ik daar natuurlijk het nodige in meegekregen. Maar dat human design, dat kan je ook via internet doen. Hè? En ja, dat heb ik laatst gedaan. Dat komt volgens mij via een podcast van Giel Beelen, Koekeroe, met iemand. Ik ben de naam vergeten. Die er ook mee bezig was. En toen ben ik het gaan doen. Ja. En, dat vond ik op zich wel heel grappig. Want daar kwam uit dat ik een bepaald type ben. Maar daar kwam vooral aan gekoppeld dat ik vooral het type ben dat ook veel lummeltijd nodig heeft. En dat was voor mij een soort eye-opener. Want ik wandel graag. Als ik voor een groep sta als morgen, dan is dat echt een intense dag. Dan moet ik een dag van uitdeuken, zeg ik tegenwoordig. Mooi gezicht. Dus ik heb ook tijd nodig dat ik niet in de arena sta. Ja. En ik heb steeds meer tijd nodig om niet in die arena te staan. En dat kwam uit die typologie. Dacht ik, dat is toch wel grappig. Dat herken ik wel. Maar goed, dat zijn allemaal instrumentarium om jezelf wat te duiden. Ja. Maar vervolgens daar eens over na te gaan denken. Hè. Ook daar moet je niet de pretentie hebben dat het de waarheid is. Maar... Hoe kan het dat ik daar zo'n hekel aan heb? Ik zal even een voorbeeld erbij pakken. Middag van een goede vriendin kreeg ik nog een lijstje doorgestuurd. Ja. Dat was dan moet ik even goed kijken. De Sensory Profile NL. En dat was Adolescent Adult zelfbeoordelingsvragenlijst. Om erachter te komen waar jij van overprikkeld raakte en waarvan niet.
Ik dacht, gadverdamme, ze willen me weer in een hokje gaan stoppen. Rot op met je vragenlijsten. Ik wil gewoon alles kunnen zijn wat ik wil zijn. In de ene moment ben ik inderdaad overprikkeld van een deurbel. In de andere moment kun je me gewoon op mijn houseface neerzetten en ga ik helemaal uit mijn plaat. Hoe zou jij dat vanuit je achtergrond als trainer-coach? Voor mij zijn het allemaal instrumenten. Dus het duidt. Maar op het moment dat je... Enneagram is ook zo mooi. Ja, precies die. Ja. Die ken ik vrij goed. Daar heb ik ook mee gewerkt. Dat zijn lichtjes. Als het Enneagram is bijvoorbeeld die negen typologieën. Ja. Dat ziet als een rat van met alle lichtjes. Je bent alles. Alleen bepaalde lichtjes die zijn bij jou wat sterker ontwikkeld. Ja. En zo ontstaat er een construct wat je ook wel herkent in de manier waarop je de dingen doet. Maar wat heb ik dan? Het is in het kader van zelfonderzoek, zelfinzicht, geeft het je een aanknopingspunt om te kijken, hey, als dat zo is, waar ligt dan mijn ontwikkelingsweg? Okay. Dus wat kan ik toevoegen? Mm. Niet wat kan ik afleren, maar kan ik toevoegen? Ja. Dat is dus wat ik niet van nature makkelijk doe. Ja. Nou, als ik wat meer compleet wil worden, kan ik dat en dat doen. Maar op het moment dat je dan gaat zeggen, hey, maar jij bent dus type observator, of jij bent type helper, dan is klaar. Dus nooit vastzetten, maar zien als informatie. Oké, wat kan ik ermee? Ja. Ik denk dat ik hem ook wel heb waar de pijn zit. Mijn vader zei vroeger vaak tegen mij, verander toch eens een keer. Hmm. Dus als er mensen bij mij in de buurt komen, ook in liefdesrelatie of vriendschappen, zeggen van, zou je dat toch eens anders kunnen doen of veranderen in jou? Dan denk ik, jij wil mij veranderen, wegwezen hier. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord, mensen willen niet veranderd worden. Wat was het vervolg erop alweer? Mensen willen wel verandering, maar mensen willen niet veranderd worden. Dan zul jij toch ook tegenaan lopen in... Zeker. In bedrijven. Zeker. Dan kom jij binnen en denk je, oh god, heb je er weer zo een die ons allemaal weer een ander keurslijf wil gaan duwen? Ja, maar zo'n type begeleider ben ik niet. Dus als ik binnenkom, dan is dat wel goed ingebed. Je vraag is, hoe doe je dat? Hè? Daar heb ik niet zo'n antwoord op. Dan moet ik echt de context weten. Dat is maatwerk. Dat is echt maatwerk. Ja. Maar wat wel een feit... Het leuke paradox is natuurlijk, alles verandert. Ja. Behalve datgene waar het echt over gaat. Dat verandert niet. Waar we naar op zoek zijn. Ja. Dus we hebben de leren te dealen met veranderingen. Ja, punt. Ja, ja. Maar als we echt diep gaan, dan komen we op een stuk wat niet verandert. Nee, wat veranderloos is. Ja. En waar alles altijd gewoon hetzelfde was, ooit zal zijn... Ja, nee, dat is mooi. Maar wat is dat toch in ons dan wat het zo eng vindt om te veranderen? Nou ja, het betekent dat de status quo gaat veranderen. Dus dat is iets wat ik nu weet. Weet ik nu, wat wordt, weet ik niet. Ja. Dus daar komt vaak gevoelens van angst bij. Van, ik ben veiligheid kwijt. Ja. Ik ben controle kwijt. Ik weet niet hoe het straks gaat worden. Doe ik straks nog mee? Vinden ze me nog goed genoeg? Hoor ik er nog bij? Allemaal hele basale dingen die elk mens kent. Dus het liefst houden we het veilig en vertrouwd. Ja. Dus dat is wel het des mens. Daarom vind ik het ook mooi dat jouw bedrijf Conscious Creation heet en niet Conscious Change. Want het woord change, ik denk dat heel veel mensen daar de schrik van om het... Ik bedoel, ik heb het al als er een brief in de brievenbus valt van de gemeente hier. Ja. Wat gaan ze nou weer veranderen? En dan komt er ergens twee straten verder, komt er een elektrische laadpaal. Ben weer even gerustgesteld. Ja. Ja. Ik wil dat allemaal niet. Ik wil het ook allemaal bij het oude houden. Ja. We willen veiligheid. Ja. Het is een onveilige wereld. En ik denk, maar dat is een beetje psychologie van de koude grond. Kijk, als je geboren wordt, dan ben je al heel snel afhankelijk. Jan Geurts vertelt daar iets moois over, hè? Over zelfafwijzing. Dat op het moment dat we op de wereld komen, dan zijn we als eerste afhankelijk van ouders. Aandacht. Als we geen aandacht krijgen, gaan we dood. Ja. Dus we leren al heel snel dat je moet aanpassen. En dan is het veilig. Met andere woorden, we zoeken buiten ons de veiligheid. Ja. Nou, dat is een levenslange zoektocht. Ja. Want er is altijd wel iets wat een appel doet op jouw eigen stuk van veranderen. Ja, gaan we weer. Ja, moet weer. Dus de veiligheid... Ja, Marieke de Bruin heb ik geïnterviewd. Dat is een psychotherapeut. En die heeft de uitspraak die mij zeer aanspreekt. Die zegt, het hoogst haalbare in je leven is veilig zijn bij jezelf. Hmm. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Ja. Want dan maakt het niet uit dat die brief in de brievenbus komt. Dan denk je, oké, het zal wel. Ik heb mijn veilige basis. Snap je? Ook dit overleef ik wel weer. This too shall pass, zegt Eckhart Tolle altijd. Ja, ja. En het interessante met Conscious Creation, want ik ben inderdaad van samen creëren. Want ik geloof dat wij creërende wezens zijn als mens. Naarmate ik ouder word, draait het bijna om. Wordt het creating consciousness. Ja,
Dat kun je hem ook nog doen, ja. Creating consciousness. Bewustzijn creëren. En dat is natuurlijk ook onzin, want dat kan helemaal niet, want het is er al. Het is er al. Het is wat we zijn. Hey, je hebt Juno Burger ook geïnterviewd. Ja. Ik ook. Die man die kan op afstand ruimtes energetisch reinigen. Ja, heeft hij bij ons thuis gedaan. Ja. Dat is toch... Maar hoe werkt dat dan? Ja, ik heb het hem ook gevraagd. Dat is toch bijzonder? Is het een kwestie van daarop vertrouwen dat dat ook echt gebeurt? Ja, ik geloof daarin. Kijk, als ik het probeer een beetje rationeel te maken met wetenschap, dan is alles energie. Dat weten we inmiddels. Dus alles heeft een frequentie. Trilling. Een trilling. Jij en ik hebben nu ook hebben gemerkt dat die trilling bij elkaar kwam. Ja. Toen werd het een heel mooi gesprek. Ja. Dus we zijn trilling. Nou, dus in een huis zit trilling. Je hebt een uitstraling. Dus die energetische wereld die bestaat, die kun je niet altijd zien. Maar goed, we weten ook dat als je dat ding knopje draait, dan hebben we een Radio 2 te pakken. Ja, ja, ja. Snap ook niet waar het vandaan komt. Waar komt het vandaan? Ja. Die telefoon hetzelfde. Ja. Dus een type als Juno is gewoon supersensitief op dat energetische vlak. En overigens ben jij ook hoor. Maar hij heeft daar een soort extra zintuig voor meegekregen. En heeft daar allerlei dingen in ontdekt. En ja, energie kan je beïnvloeden. Wat wij nu doen, we zijn nu al een paar uurtjes bij elkaar, Paul. Het is een heel ander sfeertje. Ja. Het is een heel andere energie. Dus wij kunnen dat. Als we dat dan ons bewust gaan doen, dan kunnen wij die energie gaan. Nou, wat hij dan nog extra kan, is dat hij kan clearen. Dat hij, laten we zeggen, de vervuilde energie, die kan hij helder, of laten we zeggen, schoonmaken. Schoonmaken. En daar heeft hij ook een heel verhaal bij. Inmiddels zijn boeken, Invitation en zo. Maar hij heeft ook een podcast, hè? Hij heeft ook een, ja. Zeg maar of niet? Maar hij is in ieder geval bij heel veel andere podcasts te gast geweest. Ja, hè? Ja. En kom maar eens een ruimte in waar net flinke ruzie is geweest. Exact. Dat voelen we. Exact. Als ik een bedrijf binnenkom, ik heb altijd een gewoonte, als ik een bedrijf voor het eerst ga, ben ik altijd een kwartier te vroeg. Dan ga ik in de lobby zitten. Even de antennes uitzetten. En dan eens kijken wat er gebeurt. Ja. Hoe mensen langs de receptie lopen, groeten ze elkaar. Ja. Hoe vaak hoor je het woordje moeten. Oh, dat moet er even mee. Dat moet er even, En lopen mensen voorovergebogen of met hun hoofd omhoog, hè? We hebben mensen zoals Strataloog heet die, ik ben even zijn naam kwijt. Die zegt dat zijn het levendige ogen of zijn het neergeslagen ogen. Ja, ja. Kortom, je zegt heel veel kan je voelen. Kom eens een gebouw binnen, een receptie binnen, je voelt het. Ja, ja. Ga jij naar de Radio Veronica, je komt binnen, voel je iets? Ja. Dus super belangrijk. En dat zend je ook weer uit, hè? Zijn we dan een soort wandelende sponsen die dat ook helemaal opzuigen en dan weer meenemen? Of heb jij geleerd om een soort kokon om jezelf heen te visualiseren, om die energieën daar te laten? Ja, dat is een mooie vraag. Daar ben ik wel heel veel mee bezig. Want het is en-en. Dus als ik morgen een groep van 12 mensen voor me heb, dan creëren we samen die energie. Dan ben ik 100% beschikbaar. En dan, moe ben ik niet. Ja. Maar s'avonds gaat die plug eruit. En dan... Dan leer ik wel mezelf van tevoren energetisch een beetje af te schermen. Zodat ik niet helemaal leeggezogen word. Maar ik snap nog steeds niet helemaal hoe het werkt. Want ik ben de volgende dag toch echt... Dat ik denk, jezus, wie heeft er over me heen gereden? Ja. Ik heb kennelijk al zoveel opgepakt van wat er is. Ja. En daarmee ook de dag mede gefaciliteerd. Hè? Dus inhoud, proces, energie. Dat ik ben daar wel bewust mee bezig. Maar ik heb nog lang niet het idee dat het me altijd even goed afgaat. Ja. Ik heb er nog altijd. Ik merk naarmate ik ouder word, is de werk wat ik doe is intenser. De impact is groter. Maar ik kan ook echt niet meer dan 2 van dat soort dagen in de week hebben. Ik kan het gewoon niet meer. Het is te veel. Het is te veel. Ja. Dus zo intens is het dan. Het is natuurlijk ook nogal wat. Kom jij als een soort kosmische stofzuiger? Zo'n bedrijf in. Ja. En we gaan daar eens even de boel weer schoonmaken. Nou ja, je komt. Welk bedrijf het ook is, je komt in een krachtenveld terecht. Nee. En meestal, ik zeg altijd, ik kom natuurlijk iets brengen wat er nog niet volledig is. Ja. Dus dan, ik zeg altijd, ik kom de uitdaging brengen, dus ook de allergie. Kom jij liefde brengen? Mooie vraag. Dat is wel wat ik. Kom je liefde brengen? Liefde is toch altijd het antwoord? Wij kunnen dat wel tegen elkaar zeggen. Ja, nee, maar het is niet dat ik het niet wil zeggen, maar het klinkt een beetje cheesy. Ja.
Dat ik denk, ja, als we dan komen we even op een andere laag. Ja. Dan zeg je, ja, natuurlijk, ik ben liefde. Maar ik kom daar niet oorlog brengen. Nee. Dus ik kom daar verbinding brengen. Ja, ik kom daar bruggetjes bouwen. Ja, ja, ik kom dat de mensen elkaar leren verstaan. Ja. Dat ze het leuker hebben met elkaar. Ja. Dat ze nog denken, ah, maar dit was gaaf. Ja. En ja, maar dit gaan we meer doen. Ja. Maar zo kan ik ook naar de dingen kijken. Maar dat is gaaf. Dus ja, dat is allemaal vormen van liefde. Als je het breder trekt, een cabaretier komt ook liefde brengen. Maar die doet dat in de vorm van humor en lachen. Als je het zo zegt, dan kom ik liefde brengen. Ja. Ja. Als ik ergens plaatjes krijg, weer kippenvel. Als ik ergens plaatjes kwam draaien, kwam ik ook liefde brengen. Of liefde demonstreren, weet ik hoe je het moet zeggen. Ja. En dat pakt dan. En dan is ineens iedereen ook blij. En dan gaan we met elkaar op de foto en kussen en weet ik wat allemaal. Ja. Ja, dus ben ik altijd bezig, Patrick, van tevoren. Met welke intentie stap ik een groep in? Dat leer ik ook overigens managers. Weet met welke intentie je ergens instapt. Want dat bepaalt in hoge mate wat het effect gaat worden. Ja. Dus of de liefde werkelijk aan kan komen. Ja. Is het dan ook, heeft het dan ook met angst te maken? Kom jij de angst weghalen uit een bedrijf? Want ik bedoel, wantrouwen is natuurlijk in relaties funest. Ik bedoel, als ik jou niet meer vertrouw, als jij mij wantrouwt, dan liep dit gesprek ook niet. Is angst dan de grote, bijna boosdoener ook bij bedrijven? Ja. Dat weet ik niet precies. Mijn goede vriendin, mijn spirituele moeder, zeg ik het wel eens. Eta, die zegt dat het angst is gevangen liefde. Oh. En dat vind ik een mooie uitspraak. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, dat ook angst liefde is. Alleen in een verwrongen vorm. Ah, een roep om liefde heb ik ook. Dat zegt Byron Katie, hè? Ja. Angst is een verborgen roep om liefde. Ja, en in feite iets wil bevrijd worden. Ja. Want het is niet natuurlijk. Dus ik kom niet de angst weghalen. Ik kom wel Frank toevoegen. En dat probeer ik zo liefdevol mogelijk te doen. Ja. En dan wordt het hopelijk een beetje leuker. Ik vind het wel leuk. Want ik zit hier niet met een Scrum Master. Of wat heb je niet allemaal weer voor termen die nu allemaal in zwang zijn. Ja. En dan lijkt het lijkt zo klinisch allemaal. Ja, daarom noem ik mezelf ook geen trainer. Ik kom geen kunde aanbrengen. Ja. Ik kom geen kunde aanbrengen. Nee. Want jij kan het al. Ik kom je uitnodigen. Ja. Dus ik noem mezelf het liefst facilitator. Dus, ja. Ja. En wat is daar een mooi Nederlands woord voor? Ja, de mogelijkheid creëren. Facilitaten, wat is dat alweer? Ja, het Engels is altijd wat genuanceerder. Ja. Hè? Faciliteren. Ja, procesbegeleider, maar dat vind ik allemaal wel. Ja, dat klinkt ook alweer te klinisch. Ja, wel hè. Jij komt gewoon liefde brengen. Ik zeg het nu gewoon. Ja. je kent ook Caroline Schenk-Quint. Nou, dat is grappig, want die zag ik er staan. Maar ja. Ik heb geen idee wie dat is. Die is ooit bij mij in de podcast geweest. Want jij hebt gekeken op LinkedIn. Ja, daar ben je verbonden mee op LinkedIn. Mirjam Hegger, die brug kan ik makkelijk maken. Want die geeft podcastcursussen, even plat gezegd. Hè. En Gijs Staverman, die naam liet je al even gauw vallen. Dat is een beroemde radio- en tv-presentator. Die is ook in jouw podcast gast geweest. Hè? Ja, maar was dat niet jouw collega? Of was hij niet in die tijd? Nee, niet bij Veronica tijd. Hebben we niet met elkaar gewerkt, nee. Oh, okay. Nee. Ik weet dat hij daar gezeten heeft. Wat is nog meer interessant aan jou? We hebben nog zo'n kleine 10 minuten, Frank. Tenminste, mijn podcast duren meestal een uurtje. Ja. Zijn er nog namen, bijvoorbeeld Eckhart Tolle? Heb je daar veel van gezien, gelezen, gehoord? Nou, Eckhart Tolle is natuurlijk ook een fenomeen, maar ik vind die man moeilijk te verstaan. Dus hij heeft een... het is natuurlijk een Muji heeft zo'n fijne stem. Ja, absoluut. Dus daar, en ze hebben alle twee over hetzelfde. Dus, ja, dat klopt. Het gaat allemaal hetzelfde. Ja. Dus ik ben heel erg Muji-minded geworden. Ligt er ook een boek van Muji op je nachtkastje nu? Nou, in ieder geval dichtbij. Oké. Okay. Maar wat ik alle dagen doe is, ik heb alle dagen wel een meditatie van Muji. Ja? Ja, daar begin ik de dag mee. Ja. Audio? Ja, audio. En dan ogen dicht? Ja, audio en ik begin wel met wat yoga en dan meditatie. En hij heeft ook een paar mooie korte, 15, 20 minuten. Dat vind ik echt heerlijk om mee te beginnen. Je hebt zo'n dun boekje van hem, hè? Invitation to Freedom. Ja, uiteraard. Die heb ik vaker gedaan. Maar ik heb dat zwarte boek van hem. Met die zwarte kaft. Maar goed, ik ben dan veel liever aan het luisteren. Auditief, als dat ik het ga lezen. Want ik heb heel veel van hem gehoord en gezien. Ja. Ja, uiteindelijk, dat is zo mooi. Het is altijd dezelfde boodschap. Ja, de boodschap is in twee zinnen samen te vatten. Ja. In hoeverre besmet dit jouw omgeving, Frank? Want ik merkte wel... En wat besmet? Nou, dat spirituele in jou. Want dat hou je niet buiten de deur, toch? Hoeverre besmet dat mijn omgeving? Ja, en dat bedoel ik in positieve zin. Hè? Ja. Hoe steek je andere mensen hiermee aan? Oh, mooie vraag, Patrick. Vraag het mijn dochters.
hier zit wel mijn vuur. Hebben die de feeling voor? Of zitten die nog helemaal in het wereldje van maakbaarheid? Nee, ja. Dus ze zijn en ze hebben de feeling voor en ze zitten in de wereld van maakbaarheid. Want dat hoort ook bij hun leeftijd. Dus dat is ook prima. Dat is helemaal goed. Maar ze maken wel muziek. Daar moet je toch wel een speciaal poort voor hebben. Ja. Maar Willemijn, die Nijrode, is een super sensitief kind. Die voorvoelt en doorvoelt ook van alles. Nee, dat stuk. Maar terug naar je vraag. Ik stop het in mijn werk. Ik omgeef me met een aantal mensen die me kunnen verstaan. En waar ik me gevoed door voel. Mm-hmm. Dat is een select gezelschap. Omdat niet iedereen dit kan. Of laten we zeggen, niet iedereen die passie met me deelt. Ja. Het is toch, ik merk naarmate ik verder ga in dat verhaal, dat het groepje selectiever wordt. Ja. Maar ja, Patrick, ik ben die podcast, dat is Frank. De gesprekken die ik wil voeren zijn die we nu voeren. Ja. Dat zal ik mijn leven lang doen, want daar zit mijn vuur. Ja. Dus daar beïnvloed ik mensen mee. Maar niet als een predikant. Nee. Of als een dominee die zegt, zo moet je leven. Nee. Integendeel. Je bent geen bewustzijn aan het prediken. Nee, absoluut niet. Dat is natuurlijk flauwekul. Nee, gewoon subtiel. Ja, dat is de reden denk ik waarom jij en ik allebei een podcast gestart zijn. Als je het dan niet in je directe omgeving met iedereen daarover kan hebben, dan maar de mensen uitnodigen om daar dat soort gesprekken mee te gaan voeren. Ja. Want dat wil toch ook gedeeld worden. Ik wil gevoed worden. Ik herken dat wel, ja. Nou ja, en conscious creation, daar kan ik natuurlijk veel in kwijt. Dat gaat natuurlijk subtiel over exact hetzelfde. Ja. Dus hoe kan je die liefde bundelen en tot een creatie maken die voor mensen relevant is? Maar even naar jou, hè, als ik het. Ja. Want jij bent al heel lang met podcast, maar ben jij nog bezig met hoeveel luisteraars je hebt? Ja, het is toch leuk om te zien dat daar groei in zit. Ja. Ja. En is dat een ego-trek? Kan. Het is ook meer dat je er zo blij van wordt. Dat er dus toch blijkbaar 10.000 mensen geïnteresseerd zijn in wat jij en ik hier aan het bespreken zijn. Ja. Dat is toch. En die weet ook helemaal niet of mensen het maar 10 minuten luisteren of een half uur. Maar dat zijn de mooiste complimenten die ik kan terugkrijgen. Van mensen die zeggen, daar heb ik echt wat aan gehad. Ja, dat heb ik dus nu een paar keer mogen ervaren. Dus dat indirect mensen als gevolg van dat gesprek tot een gesprek kwamen of tot iets kwamen. Ja. Jee, wat gaaf. Ja. En ik heb begin van het jaar gezegd, ik wil eigenlijk gewoon het luisterpubliek vertienvoudigen, maar niet vanuit dat moet. Ja. He, dus, maar vanuit precies wat jij zegt. Ja. Het zou zo ontzettend leuk zijn omdat nog veel meer mensen delen, omdat het iets doet. Het doet iets. Het is plantzaadjes. Ja, het zingt rond, hè? Ja. Ja. En dat komt op allerlei manieren weer terug dan. Ja. Ja. Jij zit in Alkmaar, hè? Ja. Is dat een beetje een spirituele stad? Nou, je zal bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat weet, maar een van de oprichters van de uitgeverij Samsara, die heel veel non-dualiteit boeken uitbrengen. Hij leeft helaas niet meer. Zijn naam was Wim Sonnier. Die woont in Alkmaar. Die ben ik nog wel eens regelmatig gaan opzoeken daar. Okay. Dus er is toch iets gaande daar. Ik zit toch in de goede stad. Ik denk het wel. Ja. Maar merk je er iets van? Ik bedoel, zijn in Alkmaar bijeenkomsten, clubjes, zalen waar gemediteerd wordt? Het zal zeker gebeuren, maar het is niet iets waar ik. Daarin ben ik toch veel minder op mezelf. Ja. Ik zou het echt niet weten. Ik weet zeker als mensen uit Alkmaar en omgeving naar deze podcast luisteren, zoek even contact met Frank Pronk. Want het gebeurt meer dan je denkt. Ja? Ja. Ja. Natuurlijk, er zitten allerlei organisaties die natuurlijk ook met spiritualiteit bezig zijn. Natuurlijk, dat is in elke stad. Maar ik weet niet of Alkmaar daar zich nou in onderscheidt van andere steden. Nee. Dat weet ik niet. Nou ja, Amsterdam is natuurlijk het voorbeeld. Amsterdam is natuurlijk het Valhalla van dat gebied. Maar, ja. Ja. Hey, als mensen met jou contact willen komen, Frank, wat is de makkelijkste manier? Ja, dat kan net als bij jou via LinkedIn. Ze kunnen een mailtje sturen. frankpronk@me.com zeg ik altijd. Dat is de makkelijkste om te onthouden. Want die van Conscious Creation is een beetje ingewikkeld. Wat zou je nou leuk vinden? Wat zou kunnen gebeuren in aanleiding van dit gesprek? Werk heb je genoeg, dus daar gaat het niet om. Nou, wat zou ik nou het leukste vinden? Dat is een mooie, ook weer zo'n goede vraag, Paul. Patrick, is een goede vraag. Dat ik misschien wel wat makkelijker nog de mensen aan mijn microfoon krijg die ik graag wil. Oké, en dat zijn. Komt u maar. Giel Beelen. Ja, die wil ik graag een keer interviewen. Paul Smit. Paul Smit had ik jou verteld. Ja, bovenop mijn lijstje, daar ben ik stinkend jaloers op jou, is Muji. Hoe je daar nou komt. Ja, dat is ook een kwestie van connecties hebben hier en daar. Ik kende toevallig de vrouw. Nou, er was een vrouw die luisterde naar de podcast Praat over Bewustzijn.
die heeft Muji mee geholpen dat daar op te zetten daar, Montsaja. Dus ja, dan heb je al een soort ingangetje. Ja. Ja. Nou ja, ik heb mezelf ook, weet je, als dat mag gebeuren, gebeurt het gewoon. Ja. Dat geloof ik wel. Maar ik was wel oprecht... En in Nederland nog iemand? Bettino Massaro, zeg je dat? Ja, zeg maar wat. Ja, die is ook geïnterviewd door Thijs Lindhout en Giel. Je hebt samen een podcast gemaakt. Exact. Hij was laatst wel een beetje in opspraak, zag ik, in een artikel in Volkskrant. Maar dat was een dag later weer offline. Laten we daar misschien mee eindigen. Vind jij het gek dat de mainstream... Wacht even, nog eentje. Ja? Oh. Even vanuit mijn wereld. Ik zou heel graag Feike Sijbers maken. Wie is dat? Dat is de oud-CEO van DSM. Okay. Zeer bewuste man. Ja, Feike Sijbersma. Ja, deze is het zaadje geplant. Dat gaat, gaat nu de kosmos in. Ja. Ja, heel goed. Maar tot slot, vind jij het gek dat de mainstream media hier altijd met zulke argusogen naar kijkt? Als we aankomen zetten met spirituele leraren, stromingen. Het wordt altijd allemaal zo in een hoekje van secte geduwd en van vaag gedoe. En pas op, die zijn op je geld uit. Ja, dat valt mij op. Dat is ook zo. Dat is ook zo dat zo is, of dat dat gedaan wordt? Ja, maar het wordt. Ja, ik heb daar niet zo'n hele uitgesproken mening over. Ik volg dat ook niet zo erg. Maar als dat al gedaan wordt, denk ik, oh prima, joh. Dan doe maar lekker. Doe maar. Ik bedoel, het hoeft niet bevochten te worden. Nee. Het vindt zijn weg wel. Het vindt zijn weg. Er is volgens mij heel veel gaande in de wereld, maar ook in deze wereld. Er zijn grote krachten op dit moment in het spel. Zonder dat ik het vermogen heb om dat allemaal goed te duiden, hoor. Maar er is ook een onderstroom die minstens zo krachtig is als de bovenstroom die we nu in allerlei oorlogen terugzien. Maar de media is natuurlijk wel, dat weet je veel beter dan ik, altijd op zoek naar dat wat tegen is of wat controversieel is. Ja, dat wat luisteraars haalt. Maar de pijn... ook bijvoorbeeld Muji bijvoorbeeld is ook een paar keer in een kwaad daglicht gesteld. En toen was mijn vriend Kees, die is een grote die soort city monk in Utrecht, die met veel passie en dat is een bijzondere jongen, die volgt hem als geen ander. Die was toen echt van slag. En toen zei hij, Frank, het is toch verschrikkelijk dat dit gebeurt. En toen kon ik alleen maar tegen hem zeggen, joh, hoe groter het licht, hoe groter de schaduw. Dat is het precies. Ja. Ja, het lijkt soms wel eens of mainstream media dat die liefdevolle boodschap niet kan en wil uitzenden, omdat het te krachtig is. Ja, het trekt niet zoveel luisteraars. Nee, en het haalt ook alle reclame die eromheen zit onderuit. Want dan krijg je weer zo'n commercial van, koop nu deze Rolex, je wordt gelukkig. En dan zit daarvoor net iemand te zeggen, ja, maar alles zit al in jou. Ja. Je hebt dat allemaal niet nodig. Ja, het is commercieel niet zo interessant. Nee, het is geen interessante boodschap. Nee. Zeker niet. Maar goed, we hebben dus nog een ander gesprek opgenomen. Dat zal wel een beetje rond deze tijd ook online staan. Of misschien al zelfs eerder bij de Eigenwijs podcast. Met een zet aan het eind. Ja. En die is het makkelijkst te bereiken via alle platforms, denk ik. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify uiteraard. Ja, helemaal. Frank, dankjewel voor je komst. Het was en is een mooie ontmoeting. Dat vind ik ook. Dankjewel, Patrick. Dankjewel.